Door de oeroude bossen waar ooit het dorpje Almen zal verrijzen, struimt een groepje holbewoners op zoek naar voedsel en een hol voor de nacht. Hun belangrijkste energie is spierkracht. Af en toe stoken ze een vuurtje. Maar in 20.000 voor Christus is Almen nog energie-neutraal. In de 21ste eeuw na Christus is dat wel anders. Vijf scholieren brainstormen over een maatschappelijk stageproject. Na een paar uur zweten zijn ze eruit. Ah, Almen. 10 jaar geleden. Toen begonnen ze met duurzaam energie opwekken. En dan gaan wij naar de initiatiefnemers om te vragen hoe het is verlopen en hoe hebben ze dat allemaal gedaan. Hallo. Goedemorgen jongens. Wat komen jullie doen? Wij zijn van het Staring College en bent 10 jaar geleden was u initiatiefnemer van het project ADEM. Zouden wij daar een paar vragen over mogen stellen? Dus leuk. Kom binnen. Zou ik zeggen. Meneer Otto, u hebt 10 jaar geleden het klimaatplan Almen bedacht. Kunt u vertellen waarom? Zo'n 10, 15 jaar geleden was er bijna dagelijks op het journaal en in de kranten berichtgeving over politici die ergens naartoe gingen, Kyoto, Rome, Kopenhagen, om daar afspraken te maken over klimaatbeleid. En op een avond, ik weet niet meer precies wanneer, zat ik weer eens naar zo'n bericht te kijken in het journaal en toen dacht ik, wat gek dat daar alleen maar topambtenaren en ministers zijn. Daar hoort iedere bewoner van de wereld eigenlijk, hè, hoort daar te zijn. Je zou een soort mekka-achtige toestanden moeten hebben waar iedereen naartoe gaat om te praten over energiebeleid en over klimaatbeleid. Want klimaatbeleid is iets van iedereen op de wereld. Dus ik vond dat gek en ik heb daar eens over nagedacht. Nou ja, je snapt wel dat niet iedereen naar één plaats toe kan. Maar terug op de schaal van Almen dacht ik toen van, goh, iets dergelijks zou hier ook moeten kunnen. We zouden in het dorp afspraken moeten kunnen maken over klimaatbeleid. En wat ik toen gedaan heb, is een presentatie in elkaar gezet. En daarmee ben ik naar de dorpsraad toegegaan. En aan de dorpsraad die presentatie laten zien. En gevraagd, wat vinden jullie ervan? En ze waren enthousiast. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb in een ledenvergadering
hebben we dat opnieuw verteld. En de mensen die aanwezig waren, waren weer enthousiast. En er ontstond toen spontaan een werkgroep. En zo is het allemaal begonnen. Toen in 2009 het klimaatneutraal plan Almen was bedacht, wat vond u er toen van? Ik hoorde ervan en we zeiden het is een prachtig plan, want het past precies in wat wij eigenlijk hoopten wat zou gaan gebeuren. Niet dat bestuurders bedenken hoe Almen eruit gaat zien of hoe Lochem eruit gaat zien, maar bewoners, gewoon burgers die zeggen dit is wat wij gaan doen. Wat was uw rol in 2009? Nou, weet je, in 2009, 2010 was het gewoon in om te roepen als bestuurder, wij gaan voor klimaatneutraal. Klimaatneutraal 2020 of 2030, 2040. Heel veel bestuurders riepen dat. Maar wij zeiden, of ik zei, van het is helemaal niet belangrijk dat die bestuurder dat zegt. Het is veel belangrijker dat de bevolking dat zegt. Hè? Die bestuurder is maar tijdelijk. Maar die bevolking, ja, die blijft en die zorgt ook voor de kracht. Wat vindt u van de manier waarop de inwoners van Almen zich 10 jaar geleden achter het idee hebben geschaard? Ik vond het een prachtig initiatief dat uit van de Almenaren zelf, dat ze zelf zeiden wij gaan iets doen aan ons klimaat. Nou, ik wist toen al dat het ging lukken. Ik woon in Almen, dus ik kende de Almenaren. En ik heb in die tijd heb ik wel eens verteld van dit gaat lukken, want Staring, ik weet niet of jullie Staring kennen, maar Staring is een hele bekende Nederlandse dichter. En landbouwkundigen, en die wonen hier. En Staring heeft prachtige gedichten geschreven. En onder andere heeft hij een mooi verhaal geschreven, je moet het maar eens lezen, over een hoofdige boer. Oh, als een Almenaar wat wil, gaat hij er ook voor. Dus ik wist 10 jaar geleden al dat wij in 2000, rond deze tijd kunnen gaan zeggen, dat is een succesvol project. En dat is het ook gebeurd. Destijds was het zo dat wij vanuit de agrarische sector met een overschot aan mineralen zaten. Toen was dat nog het mestprobleem. Later werd dat het mineralenprobleem. En ook toen was het al zo dat wij moesten kijken of wij zeg maar, op een andere manier dat mineralenprobleem zouden kunnen oplossen. Een ander punt was toen dat heel erg veel stallen in het buitengebied waren bedekt met asbestplaten. Nou, dat was een probleem voor volksgezondheid. Maar bovendien waren er wat mogelijkheden toen om daar vervangende dakbedekking voor te zoeken. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, ondanks het feit dat het nog niet rendabel was, om daar direct zonnepanelen op te leggen. Nou, nu, vandaag kan ik zeggen dat dat een hele goede investering was, maar toen wist ik dat totaal niet. Nou, Almenaren stonden bekend als koppig. Dat zei Staring al. Het is veel belangrijker dat de bevolking dat zegt. Hè? Die bestuurder is maar tijdelijk. Maar die bevolking, ja, die blijft en die zorgt ook voor de kracht. Nou, dat is hier nou allemaal ook wel gebleken. Het belangrijkste was samen doen. Yeah.